Erik, vorige week sprak je van een zure nasmaak. Hoe is het gevoel dan nu? Nou, laat ik het dan samenvatten zo. We hebben 2 wedstrijden 1 punt en we hadden er meer moeten hebben. Want de 2 wedstrijden hadden we meer spelaandeel en had je jezelf meer moeten belonen. Hoe komt het dat je hier niet met 3 punten weggaat? Nee, ik denk dat we ervoor gevochten en gestreden hebben. Dat hebben we ook goed gedaan. En dan kom je op 2-0, ja, dan moeten we dat, denk ik, de tweede helft slimmer uitspelen. Op zoek naar die 3-0, dat was het plan? Ja, nee, uiteraard. Maar dan moet je natuurlijk maar altijd vanuit de controle doen. En we hadden ook de kans op 3-0. Goed doorkomen van Per Schuurs, 1-1 met de keeper. Dat was een buitengewoon goede kans op 3-0. Maar wij laten ons daarna uitcounteren. En ja, dat is niet echt kleffen als je met 2-0 voor staat. Heb je erover getwijfeld om op dat moment dan meer defensieve zekerheid in te bouwen? Of kon dat niet tegen deze tegenstander en zit dat niet in de aard van Ajax? Nee, maar dan ga je alleen maar terug uitlopen en dan roep je het over jezelf af. En waar het om gaat is, we moeten ons spel spelen en dat betekent lange balbezit houden. En hoe moeilijk dat ook is, meer van kant naar kant spelen in zo'n fase. En ook voldoende mensen achter de bal houden. En ja, dat deden we niet. Zoals gezegd, we laten ons uitcounteren en dat is niet handig. Je had na de openingsfase de volledige controle, hè? Was het plan ultra aanvallend tegen een aanvallend team? En pakte dat goed uit? Nou, zeker, dat was zeker het onderdeel van het plan. Hè? Om inderdaad ook aanvallende mensen, sterke mensen voorin te hebben die de bal bij zich kunnen houden en snelheid op de flanken. Met Neres bijvoorbeeld, dat was ook de inleiding voor die 2-0. Zag je dat ook zo op die manier? Ja, heel zeker. Veel ruimte? Ja, nee, ja, dat is ook echt specifiek waar we niet getraind hebben. Die kans hadden we niet, maar dat hebben de ploeg laten zien. Daar moesten we op spelen. De diepgang van Neres en Anthony achter hun laatste linie. Hoe zonde is dit dan achteraf? 2 wedstrijden tegen Liverpool heel goed verdien je meer. Hier in Italië verdien je meer. Uiteindelijk sta je met slechts 1. Ja, maar de vraag stellen... Is een beantwoorden. Is een beantwoorden. En we doen onszelf tekort. Niemand komt je iets brengen in de Champions League. Je moet het zelf binnenslepen en dat hebben we nagelaten. En ondanks heel veel goede dingen die ik in 2 wedstrijden heb gezien, en daar kunnen we ook zeker mee verder. En we zitten in de race, maar we hadden er veel beter voor kunnen staan. Maar ja, dat is geweest. We moeten leren van onze fouten daarin. En dat beter gaan omzetten in de volgende wedstrijden. Ben je daar dan ook kwaad over als je met 2-0 voor staat en je geeft het dan toch weg? Ja, dat hoe sta je langs die kant? Ja, nou goed, dat heb ik de ploeg net wel verweten. Dat je boos moet zijn als je 2-0 voor staat. En dat je eigenlijk met te weinig hier wegkomt. Dan zie je voor je neus in de slotfase nog een enorme charge op Anthony. Wat zag je gebeuren? Ja, maar ik heb al meerdere... zware overtredingen gezien. En ja, dat is het hoogste niveau. Hè. En we zijn ook geen pussies. We spelen mannen. Als mannen. En dan ja, moet je strijden. En uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter de grens. Nou, deze grens, die was ver. Die werd ver opgerekt. Ja, dan moet je daarmee omgaan als ploeg. 1 punt uit 2 wedstrijden. Je ontmoet nu Midtjylland 2 keer achter elkaar. Hoe zie jij het perspectief in deze pool? Nou, dat zei ik net al. We zitten in de race. Maar dat betekent wel, tegen Midtjylland moet er gewonnen worden. 2 keer? Ja, laat maar eens eerst beginnen met 1 keer.